met deze oefening gebruiken we een leuke fles of iets zwaars wat je kan vastpakken. En we gaan twisten met je buikspieren. Dat betekent hou je heupen stil, benen laag in een squat positie gebogen. En we gaan twisten. Dus we doen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dus zorg ervoor dat je je heupen daar maar stil houdt. Dus niet, laat maar zien hoe het fout moet. Niet dit doen inderdaad. Want je moet dus je buikspieren twisten. We houden eerst het object dicht bij je en daarna ver van je af, want daardoor wordt het een stuk zwaarder. Daarna gaan we even roeien, dus zo heen en weer. Yes, hoe groter de roeibeweging, hoe zwaarder het natuurlijk is. En daarna gaan we uitlopen, leggen we de fles neer. Oeps, yes. We gaan lopen zo ver mogelijk dat je kan. Ja, dus probeer je helemaal uit te strekken. Ja, dus push jezelf dat je dus helemaal nog net even een tikje verder gaat. En dan helemaal, ja, verder, verder, nog verder, nog verder, verder, ja, en dan weer terug. Yes. Alright, succes! Oké. Pakken de fles vast. En dan gaan we naar de twisten. Hou de fles eerst dicht bij je. En dadelijk gaan we ver af. Zak door die knieën. Alright, gaan we twisten. Go! Eén. Let op, een dubbel, 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 dubbel en enkel weer. Twist. Een dubbel, 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 dubbel. Van je af. Eén. En dubbel. Hé, hé, hé. Hier, nog één keer. Enkel. En dubbel. Hoi, gaan we roeien. En, hey, ha, hey, een dubbel. Duw, duw, nog een keer. Roei. En een dubbel. Hey, yes, lekker bezig. Oké, we gaan uitlopen. Loop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En weer terug. 1. Yes, nog drie keer. Loop uit. Gaan we dubbel, dubbel. En enkel, twist. En dubbel. Ver van je af, go, één. En dubbel, hup, hup. Laatste keer, enkel. En dubbel. Alright, gaan we roeien. Met drie verschillende oefeningen. We gaan iedere keer 12 stuks van iedere kant doen. De eerste is een hele makkelijke. Je hebt een stevige stoel nodig. Dat is een eerste. En we gaan heel makkelijk op, op, af, af. Op, op, af, af. Eerst 12 keer de hele tijd met rechts opstappen. Daarna 12 keer met links opstappen. Gaan we meteen achter elkaar door. Daarna hebben we even tijd om te draaien. Leg je één been achter op de stoel. Ga vrij ver naar voren, want ik ga door mijn been heen zakken. En mijn knie mag niet over mijn tenen heen gaan. Ja, dus als ik hier ben, dat is niet goed. Dus ga vrij ver naar voren. Woeps, even balans.
buig. En als ik strek, niet helemaal doorstrekken, maar licht gebogen je knie houden. Ja, we gaan ook daarvan 12 stuks doen. Wisselkant, ook 12 stuks. Daarna gaan we opstappen. Hup, te. En meteen terug. Hup, te. Ja, dus het gaat in één stuk door. Hup. Doen er 12 van en ook andere been 12 van. Yes? Oei, op muziek! Hoi, we gaan eerst opstappen met het rechte been. Lekker. Jumping!
laatste. Lunches. Frank. Jumping jack. Kom op. Met push-ups en David gaat even laten zien wat we gaan doen. Je hebt sowieso meerdere keuzes. Je kan natuurlijk op je teen of op je knieën. Laat maar even zien. Zo. Op je tenen inderdaad. Of we kunnen het op de knieën doen. En je kan zelfs nog, als je iets naar achter gaat, dan is het nog makkelijker natuurlijk om de push-up te doen. We beginnen eerst met de schuine push-ups. Dat betekent de handen dus schuin. Eentje iets hoger en eentje lager. Dan ga je 4 tellen, helemaal naar beneden. 1, 2, 3, 4. Dus je helemaal op de grond bent, wissel je handen om en je duwt 1, 2, 3, 4 weer omhoog. Ga je naar beneden, 1, 2, 3, 4. Wissel om, 1, 2, 3, 4. Yes, dat is oefening 1. Oefening 2 is een gewone normale push-up. Alleen we gaan 3 tellen zakken en in 1 tel kom je omhoog. We doen 1, 2, 3 en push. 1, 2, 3 en push. Ja, dus je hebt een explosieve push naar boven. Daarna gaan we de diamond push-ups doen. Doen we de handen, yes, inderdaad zo. Onder de borstspieren. En we gaan diamond push-ups doen. Yes. Oké, dit gaan we op muziek doen. Let's go. Alright, let's go. We gaan beginnen met de push-ups. Zak lekker naar beneden. Nog niet. Wacht nog even. Wacht op de muziek. Let op, 5, 6, 7 zakken, 1, 2, 3, 4, wissel, 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4 en wissel, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 en wissel, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, wissel, normale push up, we gaan, 1, 2, 3, omhoog, 1, 2, 3, omhoog, 1, 2, 3, omhoog, en nog een keer. Nog een keer. 1, 2, 3.
3, 4, let op. Hey!
Laatste. En dat was het. Goed gedaan. Mijn assistente ligt al klaar. Lekker om te slapen, even rust. Nee, grapje. We pakken een kussen van thuis. En als je hebt, een matje is fijn. We gaan eerst normale crunches doen. En je neemt het kussen in de hand en doen crunches. Yes. Zorg ervoor dat je schouderbladen van de grond afblijven. Oh ja, en op een gegeven moment gaan we met het kussen je knie aanraken. Dus je doet tap. Raak je twisten, ja. Twist. Twist. Yes, die bedoel ik. Twist. En daarna doen we nog een keer normale crunch. Oké, daarna gaan we het kussen overgeven aan je voeten. En je rekt helemaal uit. Hoep. En weer terug. Yes. Hoep. En weer terug. Hoep. Daar doen we er 6 van. Oké. Daarna kom je overeind zitten. Overeind zitten. Helemaal overeind. Ja. Yeah. En we gaan roeien. 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 Roeien met kussen. Yes. Daarna trek je kussen voor je uit en je bounce naar achter. Zorg ervoor dat je je navel intrekt. Yes. Alright. Daarna heb je even pauze en dan gaan we alles overnieuw doen. Dus. Oh hey, zijn we er klaar voor? Even wachten op de muziek. En dan beginnen we met Shaker Up Crunch. En zo. 5, 6, crunch. En 6. En dan raak je knie aan. Twisten. Oké, en einde!
Helikopter! They used to be full. Schouders rollen achter. And I can't sweep you off of your feet. Will you now still remember the taste of my love? Roll naar voren. Will your eyes still smile from your teeth? Oh, je strijdt je hoofd opzij. Darling, I will be loving you till I'm 70. Stretch up. Place your head on my feet.
Pak je elleboog vast en zwaai heen en weer. Heel langzaam, ver